gaat heel goed. Ik vind een ontzettend leuke sfeer en dat hoor ik ook van heel veel mensen terug. Het is relaxed en de zalen zitten goed vol, maar weer niet te vol. Wij dachten, nou komen alleen maar vrouwen, maar minstens zoveel mannen. En inderdaad, jong en oud. En, het is echt heel leuk om je lezers nou eens te zien wie dat zijn. Hè? Nog één adem in. Adem uit, stap je rechtervoet naar voren. Armen langs je oren. De lessen die wij geven, vinyasa, om het even zo te zeggen, wat je bewust maakt dat het leven een cyclus is. Iedere gedachte is een cyclus. Ja, dat hoort toch behoorlijk dynamisch gegeven te worden. Ik pik hier een heel lekker sfeertje op, een hele fijne les en weer motivatie om weer vaker naar de yogastudio te gaan. Wat we wilden, en dat is volgens mij ook gelukt, is dat we echt een heel multimedia ding hebben georganiseerd. Dus we zijn begonnen met het blad. We hebben in het blad aangekondigd van we gaan een yogi van het jaarverkiezing doen. Nu is het festival, zeg maar, en nu geven de yogis van het jaar echt les. En dus ja, wat leuk is eigenlijk dat het een soort finale is van het blad en de site en Facebook en Yoga TV en echte leven, zeg maar. Dat we het allemaal hebben betrokken. Daar ben ik heel blij mee, dat ik die kans krijg hier vandaag om zoveel mensen die misschien wel eens een keer van hebben gehoord, maar niet weten wat het is, te laten ervaren wat het is. En hopelijk nieuwsgierig te maken naar meer. Ik vind het heel erg gezellig. Echt gezellig. Het is zo'n samenhorigheidssfeertje. Zo van, nou, tussen mensen die begrijpen hoe leuk yoga is. En hoef je niet uit te leggen dat het leuk is. Nee, iedereen weet het is gewoon leuk. Relaxed. Goede leraar, goede docent. Heerlijk. Met city yoga gedaan, de stad even ingegaan om te wandelen en even moest een steentje in het water gooien met een intentie. Dus dat zijn wel even momenten, dat is ook echt lekker, want anders zit je aan het eind van de dag, je denkt ja, ik heb heel veel geregeld, maar heb ik wel genoten. En dat leer je met yoga, dat je ook op het moment zelf ervan geniet.